Hi, leuk dat je weer kijkt. En misschien kijk je live, misschien kijk je later. Maar in ieder geval vind ik het leuk dat je kijkt op mijn Facebookpagina of op YouTube. Of misschien wel op Pinterest. Ik wil vandaag jullie eventjes meenemen in die ontzettend leuke Paper Pumpkin set Hugs from Shelley. Paper Pumpkin, Ellen, dat is weer zo'n moeilijk woord. Ja, Paper Pumpkin, dat is een product, ik denk, hoe noem ik dat? Wat in... Hoi Anita. Paper Pumpkin is een product wat in Amerika door Stamping Up iedere maand wordt uitgegeven. En daar kan je je op intekenen. En dan komt er iedere maand iets... voorbij, even, kan je daar een pakketje van krijgen. Nu was het eenmalig mogelijk om in Nederland ook mee te doen. Geluid uit. Om in Nederland ook mee te doen. En inmiddels hebben heel veel mensen die set gekocht. Er zijn er nog een paar. En hij wordt ook heel goed afgenomen als een startersetje. Dus daarom wil ik er graag eventjes wat meer over vertellen. Het is gewoon al een heel leuk doosje dus. En daar zit eigenlijk alles in om te beginnen met stempelen. Er zit een foldertje in met allemaal voorbeeldjes. Er zit een eenvoudige uitleg bij hoe je het kan doen. Er zit een heel leuk stempelsetje in. Er zitten enveloppen in. Alle materialen om 12 kaarten te maken. Inmiddels heb ik hem natuurlijk al aardig geplunderd. Want ik heb alle 12 de kaarten al gemaakt. Dit zijn twee voorbeelden van de kaarten. Ik ga vanmiddag nog een Pinterest pagina aanmaken. Waarmee ik alle voorbeelden ga zetten die ik gemaakt heb. Maar ook die ik heel veel andere mensen hier... al gemaakt heb. Hoi Anita en hoi Ina. Jullie zijn er ook. Ja, het is lekker weer buiten, maar het is ook lekker om eventjes binnen te kijken. Want ik had de actie dat als je hem bij mij bestelde, dan mocht je afgelopen vrijdag lekker met een workshop meedoen. En toen zijn er heel veel leuke dingen gemaakt. Een aantal mensen is het niet gelukt om toen langs te komen. Dus koop je hem later nog, bestel je hem nog, ze zijn er nu nog. Dan bied ik je ook de mogelijkheid, zeker als je een starter bent, is het gewoon heel handig om eventjes de eerste stappen hier te doen. En mag je dus een uurtje bij mij lekker aan de slag. Er zit lint in, er zit touw in, er zit een... inktje in, de kleur Early Espresso. Dat is een klein inktje. Normaal gesproken zijn de inkten van Stamping Up dit soort grote dozen. En daar ga ik ook vandaag mee werken. Wie weet, kan ik die nog eens een keertje weggeven. Ik heb ook nog niet alle embellishments, hè, zo noemen we dat, gebruikt. Maar er zitten ook foamdotjes in. Er zitten dingetjes, gluedotjes om te plakken. Echt van alles zit erin. Maar ik heb beloofd om vandaag een makkelijke, snelle kaart neer te zetten. En toen dacht ik van ja, wat is nou de basis voor een makkelijke, snelle kaart? Nou, dat is gewoon al werken met een mooie kant-en-klare kaart. Dus ik heb de kant-en-klare Whisper White kaart gepakt. Die is al volgerild. En die moet je dus alleen nog maar keurig dubbel vouwen. Ik had het voorbeeldfotootje vanmorgen even online gezet. Dat ik met een vlakje wilde gaan werken wat je uit kan trekken. Nou, dat ga ik bij deze ook doen. Ik ga even laten zien hoe ik dat gedaan heb. Ik heb het ergens voorbij zien komen. Ere wie ere toekomt. Maar dat weet ik niet meer bij wie het was. De kaart is 8,9. Ik ga hem op 8 centimeter zetten. 8. Ik ga zo uitleggen wat ik ga doen. Bij 12. Ik ga een papiertje snijden. Ik heb het Bird Ballot papier erbij gepakt. En dan ga ik een... oh ja, dit is rechthoekig. Nee, ik ga helemaal niet bij 12. Ik ga gewoon 8 bij 8. Opletten, Ellen. Want dat is juist het cruciale. Even kijken of jullie... het
de snijmachine goed in beeld hebben, want dat is voor zo direct wel handig. Ik ga dus een vierkantje snijden van 8 bij 8. Dit is weer handig voor allerlei andere dingen. Vervolgens ga ik dat papiertje doorsnijden. Ik leg één puntje van het papiertje op de 2 centimeter lijn. Ik draai het papiertje door, zodat het andere puntje ook op die 2 centimeter lijn komt. Je moet even kijken. Van de week heb ik labels gemaakt en die waren 5 bij 5. Dan doe je hem eventjes kleiner. Maar zet je hem bijvoorbeeld op de 1 centimeter lijn. Maar stel dat je hem veel groter, een 10 bij 10, die doe ik bijvoorbeeld op 3 doorsnijden. Maar als je dat bij deze doet, dan is hij bijna niet schuin. Dus leuk als je het laat zien en het dan weer wegtrekt. Dus, ik leg hem schuin op mijn bord, op 2 en op 2 in dit geval. Ik heb... Nou, dat is niet zo moeilijk, hè? Nee. Kijk, en daardoor heb ik al een groot gedeelte van mijn papier vol. Terwijl ik maar een stukje designpapier van 8 bij 8 nodig heb, is het toch of ik het hele vel gebruik. Bij deze set zit dat ontzettend leuke bloemetje. Ik ga gewoon... Dit is dus wat extra papier wat ik erbij gebruikt heb. Dus ik ben nu ook extra toepassingen aan het laten zien met deze set. Heb je alleen de set, kan je dus heel veel maken met die kaart en dat papier wat erin zit. Maar het is juist leuk als je er daarna ook nog van alles mee kan doen. Bekend, hè? Van het foompje afhalen. En je plakt hem hierop. Ik ga met Hux aan de slag. Ik gebruik de kleur Early Espresso. Ik, zoals gezegd, ik gebruik dan eventjes de grote. Omdat ik de grote heb. Dus waarom zou ik die niet gebruiken? En ik ga gewoon op dit papier. Want we gingen er een snelle kaart van maken. Hierna ga ik nog eventjes echt een hele snelle doen. Zoals jullie weten, de inkt van Stamping Up is zeer... die inktkussens hebben gewoon heel veel inkt. Dus het pakt heel snel heel veel inkt op. Wat je heel veel ziet is dat mensen veel te hard duwen. Ik zit hiernaast ook te pompen. Hè, dat ze heel hard duwen en dan zit dat hele blok onder. Tap, tap. En je hebt een mooi afdrukje. Ik ga het bloemetje hier door laten lopen. Dan moet ik even kijken hoe ik hem mooi vind. Zo. Dan haal ik hem even weg, het papiertje. Gaaf, hè? Meer heb je gewoon niet nodig. Kijk, met een tekst is het altijd belangrijk. Die moet er wel helemaal op staan als er een klein bloemblaadje niet op staat. Dat is nooit zo storend, maar een tekst wel. Doe je hem recht, dan moet hij echt goed recht. Doe hem liever goed schuin, dan klopt het altijd. Nou, is dit een snelle kaart of is dit een snelle kaart? Ja, en soms heb je gewoon niet meer nodig. Ik doe eventjes wat dubbelzijdig tape. Ik kan soms... ik vind het leuk ook om wat lastigere projecten... om wat meer te laten zien wat je er allemaal mee kan. Maar alleen al dit foefje van een vierkant papiertje... even schuin door de midden snijden... en dan kan je alweer veel meer met je papier doen. Bij deze, ik noem het maar even starterkit, want zo zou je het heel goed kunnen zien. Past ook weer een andere leuke stempelset. En die zal je van de week op mijn blog zeker ook voorbij zien komen dat ik die gebruik. Dus een beetje dubbelzijdig tape. Zorg wel dat het recht is. Heb je nou zoiets? Ja, El, dat lukt mij niet. Weet je, leg even een liniaal. Gewoon tegen je papiertje aan. Kijk, dan zie je dat dat één blokje is. Dus een halve centimeter. Nou, dat was ook de bedoeling. Kijk, en dan weet je dat je hem daar tegenaan moet leggen. En die bovenste
sluit je daarbij aan. Schattig toch? Soms is het gewoon echt niet moeilijker. Ik vind het wel altijd wel leuk om nog even de binnenkant ook iets te laten zien van het bloemetje. En op de achterkant, ik zet daar ook altijd nog mijn stempel op. Maar soms heb je gewoon niet meer nodig. Makkelijk, hè? Dus zoals gezegd, ik ga een Pinterest-bord even aanmaken. En afgelopen vrijdag zijn er al een heel stel hier geweest die iets anders gemaakt hebben. En daar zal ik de foto's ook van de anderen dus op zetten. Nou, zoals beloofd ga ik ook nog eventjes echt een hele snelle kaart doen. Ik heb daar ook de... Oh, ik ben de envelop van net vergeten. Doe ik zo direct die twee enveloppen samen. Een Very Vanilla. Dat is dus een beetje cremige uitvoering van deze kant-en-klare. We hebben dus heel mooi van het Whisper White stempelpapier. En dat hebben we ook in Very Vanilla. Ik ga het eerst even op een kladje doen. Want ik had bedacht om gewoon een paar bloemetjes op een rijtje te doen. Maar ik denk dat het leuker is om ze een beetje... Want iets goed op een rijtje doen, dat is dan nog wel weer lastig. Kijk, ik heb er altijd een klappapiertje bij. En daar ga ik dan op oefenen. Maar op zich zou het ook wel goed kunnen. Gewoon drie. Maar dat zeg ik om ze dan alle drie hetzelfde te doen. Misschien is het leuk om ze een beetje als een rand over je papier te laten wiebelen. Kijk, dan maakt het ook niet zoveel uit of er wat meer of minder of dicht of ze wat van elkaar afzitten. Kijk, je gaat natuurlijk van tevoren bedenken wat je wil. Maar het uiteindelijke stempelen is in dit geval dus. En dan komt de tekst erboven. Ja. Even kijken hoe die weer uitkomt. Die loopt dan een beetje zo over. Moet hem wel helemaal goed inkten. Nou! Doen we nog een hux? Of een... Hello. Nou, we doen gewoon een hux. Die hebben we erop liggen. Hux kan altijd en van alles. Tap, tap. Meer heeft het niet nodig. Soms is het zo simpel, hè? In de set zit dus dat mooie bloemetje, maar ook vogeltjes. En ook een veertje. En die is ook zo leuk om die zo repeterend neer te zetten. Het envelopje. Nou, het is natuurlijk extra leuk als je post krijgt. Als er wat opgefrummeld is, dan heb je echt zoiets van... Kijk, dit is zo'n heel leuk stippeltje, zo'n blokje. En dan denken die mensen misschien, oh, die heeft in de blubber gelegen. Nee hoor. Dan denken ze, wauw, hier is aandacht aan besteed. Kijk, zo krijgt diegene die. Tap, tap. Ik dacht, nou ja, met dat mooie weer.
Ik weet niet of iedereen ook lekker van het mooie weer kan genieten. Ik was vanmorgen om 6 uur op. Ik heb al 3 uur geschoffeld. Ja, de pompoenen. Ja, het groeit wel vanzelf, maar het vuil ook. Dus ik heb mijn sport voor vandaag wel weer gehad. Nou, dus als je hem niet hebt... Een aantal mensen die nu kijken, die hebben hem al. Maar stel dat je hem nog niet hebt en zoiets hebt... Oh, maar ik vind dat stempelen toch wel heel erg leuk. En ik wil eigenlijk wel met een simpel setje beginnen. Nou ja, simpel. Ja, het is vooral simpel omdat er zoveel leuke dingen mee te maken zijn. Is dit... die stempelset zit er in ieder geval in. En alle kaarten... En lint en touw. Ik heb nog van alles over. Waar ik zeker nog heel veel projectjes mee kan doen. Voor €26 kan die voor jou zijn. Dit is dus het extra simpele kaartje. En hier is nog een papiertje van gebruikt. De Hugs from Shelley Paper Pumpkin Set is... Ik heb heerlijk met Els gezwommen. Oh, dat doe je goed. Dat is het ook echt weer voor om te doen. Nou, ik heb gezwommen in mijn eigen zweet. Oh, dat zeg je toch niet. Dat is niet netjes, liefding. Maar, sorry. Dit kan je natuurlijk ook met heel veel van je eigen stempels doen. Hè? Als je wel stempels hebt en dingen hebt. Maar wil je beginnen en heb je zoiets van... Oh, dit lijkt me wel een erg leuk setje om te beginnen. Nou, laat het me zo snel mogelijk weten. Want ja, het is wel op is op. Uitverkocht is uitverkocht. Ik zet later de link bij deze Facebook Live nog eventjes naar mijn Pinterest board. En het is ook heel leuk als anderen die er ook leuke projectjes mee gemaakt. Ik zie Hanna bijvoorbeeld. Nou, die heeft ook heel veel mooie dingen ermee gemaakt. Om dat met elkaar te delen. En ook in mijn stempelclubgroep zal ik de link zetten en... Is leuk om daar ook de voorbeelden te laten zien. Want we hebben allemaal onze eigen inspiratie. Nou, vandaag een korte Facebook Live. Omdat we natuurlijk allemaal gewoon lekker weer het zonnetje in willen. Hey, leuk als je gekeken hebt. Ik ben nog steeds Ellen van Bij Ellen uit Rinnegom. En wil je meer weten of wil je weer eens een keertje langskomen? Dan hoor ik het graag. Hey, geniet van de zon, geniet van het mooie weer. Dankjewel, doei.